En van harte goeiedag en welkom weer. Dit is DTV Live vanuit Grote Combiweg. En we staan niet zomaar hier, want er is toch wel wat nieuws uit de zaak van mevrouw Assawine. Er was een kort geding vandaag, weliswaar niet helemaal afgerond. Het is geschorst. Maar we hebben wat informatie en daarover praten wij met de advocaat Ram Lakan. Hij gaat ons meer informatie geven over wat er allemaal is gezegd vandaag in de rechtszaak. Hoe gaat het met u, meneer Ram Lakan? Ja, goed, dank u wel. Mooi. Nee, u was vandaag in de rechtszaak, uw zaal, u heeft gesproken. Wat is uit de bus gekomen? Nou, we hebben dus een antwoord gekregen van de gedaagde, de staat Suriname. En er zijn wat producties overgelegd. En ja, we waren nu dus bezig met het repliek. En er waren dus wat vragen die de procesgemachtigde van de gedaagde niet kon beantwoorden. Hmm. En welke vragen? De wijze waarop mevrouw Assawine is uitgezet, mevrouw Edenburg. Hmm. Dus et cetera. Het waren twee of drie vragen. Ik kom zo daarop terug. Ja. En ze heeft het toen nodig geacht om de minister in persoon te horen. En dat heeft ze dus ook gedaan. Ze heeft hem dus ontboden. En hij is geweest, de minister van Justitie en Politie. De heer Amoksi, die is geweest. En hij heeft dus antwoord gegeven. Hij zegt op die specifieke vraag dat ik u zo net aangaf, mm-hmm. zegt hij dat ze hebben gekozen voor eigenlijk de makkelijkste weg. En de rechter heeft natuurlijk gevraagd, maar is het niet juist de moeilijkste weg geworden? Want ondertussen zit mevrouw Edenburg nog steeds in Frans-Guyana onder bewaking, ook nog van twee Surinaamse politieagenten. Mm-hmm. Surinaamse agenten? Die zijn dus ook meegegaan, ja. En dat was ook een van de vragen van de rechter, waarom. En dus heeft dus aangegeven dat dat is ter begeleiding. Nu is het dus zo dat de rechter heeft gevraagd waarom ze, kijk, ondertussen dat ze dus al drie dagen daar zit. En dus op een vraag van de rechter geeft de minister aan dat ze dus terugkomt naar Suriname. Want ze heeft dus aangegeven, maar als ze hier is, dan kan ze dus van hieruit worden uitgezet eventueel. En bovendien haar beroepsmogelijkheid, als dat haar nog kan worden aangeboden. Want volgens de wet heeft zij dus 30 dagen om in beroep te gaan bij de president. En als ze in beroep is gegaan bij de president, dan mag die uitzetting volgens die wet, volgens artikel, ik dacht 34 van Tum. En ze gaat dus mevrouw Edenburg ook horen in de rechtszaal. Ja, maar als ze terugkomt naar Suriname, is ze dus nog niet vrij? Nee, dus, dan zit ze nog in vreemdelingendetentie. Oké. Ja. Ja, zeker. Zeker. Kijk, los van de manier van wegsturen, maar ook de gronden. De vraag is natuurlijk, wat weegt zo zwaar op om een uiterste rechtsmiddel van uitzetting uit te voeren. Mm-hmm. Tegen de achtergrond dat die mevrouw 11 jaar in Suriname woonachtig is. Haar leven in Nederland heeft afsterkend is. We horen zaken over criminele, dat ze dus dan van een criminele, hoe zeg maar dat, een criminele organisatie zou zijn en al die zaken. Nou, ik ben daarvan niet op de hoogte hoor. Ik helemaal niets van begrepen. Ja. Maar ik weet niet van waar u die informatie heeft natuurlijk. Maar van lid van een criminele organisatie, daarvan ben ik helemaal niet op de hoogte. Ja, zijn er geluiden die we vangen vanuit het veld? Ik denk dat het verkeerde geluiden zijn. Oké. Okay. Mooi. Ja. Maar goed, wat gebeurt er hier? Nou, wat is het natraject? Gewoon even wachten op mevrouw Assawine? Ja, gewoon even afwachten. En dan horen wij ook van de rechter wanneer de voortzetting zal zijn van dus, die kort geding. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Ram Lakan. Dank u wel. Ja. Dat was dus dan advocaat Ram Lakan met wie wij dus akkoord hebben gesproken. We zijn blij dat ze terugkomt naar Suriname, alhoewel we nog steeds nog, we geloven niet hier.
Maar we willen dat het niet hierbij stopt. We willen gerechtigheid voor onze tante. En ik wil niet eens de staat Suriname hiervoor beschuldigen. De minister van Justitie en Politie en al de autoriteiten die hiermee te maken hebben. Jullie hebben gefaald en jullie hebben een heel grote blunder gemaakt. Ik hoop dat dit ding zich niet meer voordoet. En dat deze fouten niet meer worden herhaald, maar worden gecorrigeerd. Mm-hmm. Want dit kan gewoonweg niet. Een onschuldige burger die opkomt voor de Surinaamse gemeenschap, wordt beklad, mm-hmm. wordt aangegeven als crimineel terrorist. En ik weet niet wat meer allemaal ze, als dief ook, want dit is voor smeerolie. Mm-hmm. Terwijl je op een goudveld geen smeerolie gaat stelen. Mm-hmm. Je voor go to. Maar deze mannen, die dingen van ze zijn zo wazig dat ze zichzelf niet begrijpen. Ze spelen zichzelf uit. Dus ik ben blij dat mijn tante terugkomt naar Suriname. En ik hoop dat er heel gauw een oplossing hierin komt. Want de familie, de dochters, de hele familie is ongerust. En de Surinaamse gemeenschap kijkt. De buitenlanders kijken ook naar ons. Wat we allemaal doen met deze zaak. Laat de minister van Justitie corrigeren. En voor mijn part, kom openbaar. En kom je verontschuldigingen aanbieden. Want je blunder, je minister. Je blunder zwaar. Ja. Hoe verder? Jullie gaan dus dan gewoon afwachten? Nou, wij als familie gaan ook niet het hierbij laten. We gaan alvast de buitenlandse organisaties, wat de OAS ook al aangeschreven. Mm-hmm. En de verschillende organisaties, de mensenrechtenorganisaties, waren ook aangeschreven. Mm-hmm. Dus ik hoop ook gauw dat zij inkomen en hun zienswijze geven hierover. Zodat dit ding helemaal opgelost kan worden. En dat mevrouw Edenburg helemaal in vrijheid wordt gesteld, want als ze terugkomt is dat nog niet de oplossing. Want dan, ik geloof dat ze ook hier aangehouden zal worden bij de vreemdelingendienst. Dus ook in deze moeten we afwachten en hopen dat deze mannen hun fout inzien en het heel snel corrigeren. Want Asan Nobung, het is helemaal niet goed gegaan en we geven de regering hiervoor een 1 hoor. Eigenlijk een negatief getal. Ja. Negatief 1. Maar ze zullen het zelf wel inzien. En dat je ook niet komt met een verklaring is erg, hè? Ja. Ik bedoel, als minister, als president, vicepresident, kom met een verklaring. Praat tot je bevolking. Maar elke keer dokken mannen voor deze mannen voor zulke zaken. We hopen dat er snel en heel snel een oplossing hierin komt. Want de rechten van mevrouw Edenburg zijn geschonden. Ze zijn heel zwaar geschonden. En minister Amoksi, aan die heb ik geen woord meer te zeggen, dan u moet veranderen. Hij moet heel zwaar gaan werken aan zijn karakter. Die man zit met boze. Hij heeft problemen. Ik weet niet wat voor problemen hij heeft, maar hij heeft problemen. Je gaat niet zo om ik wilde hem zijn kinderen oproepen om tot hem te praten, want nee. Die man is zwaar geblunderd. Praat tot papa. Papa moet veranderen, man. Echt wel. We blijven het volgen, dankjewel. Yes, alstublieft. Ja, en dan begrijp je wel de emotie van de familie wanneer het gaat om deze zaak. Nou, we hebben het gebracht. Dankjewel voor het willen kijken naar deze live uitzending vanuit de Grote Kombiweg. Waar we dus dan gesproken hebben met de advocaat, de heer Ramlakan, over het kort geding. De bedoeling is dat mevrouw Asawini dus dan terug naar Suriname moet komen. De rechter wil haar horen, dus ze komt terug naar Suriname. De wijze hoe het is gebeurd is ook niet zo goed, zegt meneer Ramlakan. De rechter heeft dat ook aangegeven. Dus zaken moeten gecorrigeerd worden. Ze blijft in detentie natuurlijk, wanneer ze in Suriname is. Maar dan mag ze dus dan gewoon dat proces, dat eerlijk proces, volgen. Zoals alle andere mensen dat zouden moeten doen. Nou goed, we hebben het gebracht voor u. Dankjewel voor het willen kijken. We moeten weer naar een andere plaats, want ze bellen hier keihard op mijn telefoon. Er is weer iets dat wij moeten verslaan. Blijf te kijken. DTV is straks weer live in de uitzending. Tot zo.